Hallo. Hallo, hier is dus de cursus online. Hij moet om 2 uur, de 8 uur beginnen. Dus ik begin gewoon om 8 uur en misschien tot er nog mensen komen. Ik wil dit gewoon even als een voorbeeld proberen op te nemen, of dat gewoon goed gaat. Het heet de cursus Werkelijke Liefde dus. Wat is werkelijke liefde? Ja, geloof is het meest kostbare onderdeel van de mens. En dan geloof in de werkelijke liefde. Het meest belangrijke is het leven van de mens. Vraag, maar wat is dan werkelijke liefde? Veel groepen denken hier een antwoord op te hebben gevonden. Maar vrijwel geen enkele groep. Of individueel, is zonder oordelen tot andere groepen of mensen in staat. Het is precies zoals de tekst van Ruud Hollander ooit zong en waar ik erg van genoot. Je bent dit of dat, maar nooit een gokje. Nooit bijna iets en nooit ertussenin. Voor iedereen opent ik een onnavolgbare en zeer unieke Zoom-meeting. Helaas zijn er nog geen deelnemers, maar dat kan altijd nog komen. Maar ik begin dus gewoon en ik neem het op. Nou, Zoom-meetings van de Stichting Bando zijn sowieso altijd heel bijzonder. Maar wat is dat eigenlijk, Stichting Bando? Wat is dat voor een stichting? Stichting Bando heeft een heel speciaal doel. En dat is uiteindelijk altijd werkelijke liefde. We gaan ervan uit dat de mens zichzelf nooit helemaal zal begrijpen. En dat is precies de reden waarom hij begeleiding nodig heeft. Hij zal zichzelf moeten schikken naar dat wat werkelijke liefde voor zal staan. Zelf ben ik ook ondergeschikt aan de Godmens, die mij de werkelijke liefde voor kan staan. Zodra de mens slaafs en zonder toewijding lief zal hebben, kan de mens onmogelijk de werkelijke liefde voorstaan. Dit is dus geloof en het zelf niet werkelijk beseffen, maar er wel volledig voor gaan. Uitdrukkingsvaardigheid. Het is handig om door te krijgen dat men zich altijd door verschillende vormen van communicatie uit zal drukken. Dus het is nooit één vorm van uitdrukking, er zijn meerdere vormen van uitdrukking. Ik ga nog even door en dan kom ik om een voorbeeld te geven. Wanneer je bijvoorbeeld een heel simpel antwoord zult geven op een ja of een nee antwoord, dan kan de klank van je antwoord zonder meer het tegenovergestelde inhouden. Ga het maar eens proberen met elkaar. De mens drukt zich altijd het beste uit in dat waar hij werkelijk in kan geloven. En misschien is het wel een totale verandering of plotselinge verwondering eerst voor nodig. Misschien moet er wel iemand sterven even in je buurt. Of misschien moet er iemand helemaal verwijderd worden van jou. Toch is die verandering soms heel noodzakelijk om een
om je eigen verhaal meer duidelijkheid te kunnen geven. Misschien denk je nu, oh, nou ja, ik volg nou een heleboel mensen, wel duizenden. Nou, het moet je eigen keuze worden van wat je ook doet. En dat laat Paulus eigenlijk je ook hier zien. Ja. Ja, de onderwerpen die ik wil gaan bespreken, die zullen heel vaak over hetgene gaan wat er in de morgenwacht gezegd wordt. Onze morgenwacht, dat is een soort uitdraai van geestelijke besef. En daar ben ik ook een deel van. Van die organisatie. Ik heb ooit gesproken met een hele belangrijke regisseur uit Rome, waar ik speciaal naartoe ben gegaan, en hij heet Sergio Brio Corsetti. Ik wilde hem spreken over zijn voorstellingen en ik dacht dat het een schot in de roos is geweest. Amen. Ja. Verhalen die zijn dus heel erg belangrijk. En eigenlijk drukken wij ons allemaal uit met verhalen die we belangrijk willen maken of minder belangrijk willen maken. Amen. Oké, er is nog niemand. Opkomende dagen. Concluderen. Nou, onderwerpen die zullen dus uit de morgenwacht gehaald kunnen worden. Voorst kunnen we highwidrobbings onderwerp gaan bevatten. Mijn bedoeling is om uiteindelijk een winstgevende online een business op te gaan zetten. Die ik vanuit de Filipijnen kan blijven behouden. Amen. Nou, dan krijgen we als laatste onderdeel krijgen we het onderdeel van via Stichting Bando is er een methode ontwikkeld om beter gezien en gehoord te worden. Dit kan zijn via je eigen online kanaal. En het kan de bedoeling zijn dat je interviews te gaan afnemen met actuele onderwerpen. Amen. Mogelijke onderwerpen zijn vluchtelingen zijn, gehandicapt zijn, plotseling gehandicapt raken. Actuele gevolgen van de WO2. 5. Met mij meegaan naar Diepoloog. Ik wil je meenemen naar de Diepoloog. Nou, je hoeft niet echt mee te gaan, maar visueel kan ik je meenemen. En je kan ook mij instructies geven. Wat is economie? Dat is een belangrijke vraag op dit moment in onze gemeente. Wat is de economie precies? En ik zocht ook nog even naar de betekenis van het woord gezelligheid. Ja, er is ooit een filmpje geweest. Iemand die een cameraman was, die wilde zelf filmpjes gaan maken. En toevallig heb ik de vriend van die man getroffen. En die toonde al heel snel dat filmpje over gezelligheid. Nou, dat heb ik nog steeds zorgvuldig bewaard. Ik vond het nog steeds een mooi geschenk. Maar ik zat me even af te vragen, wat moet er nog meer zo snel mogelijk geregeld worden? Jij weet dat ook niet. Oké.
Nou ja, ik heb in ieder geval een aantal dingen heb ik hier dus opgeschreven. En ik wil het graag verder met jou doen. Oké, dus als je verder wilt met mij, dan houd er links in de gaten dat je bij de volgende ook aanwezig bent. Oké, tot zover is deze Zoom-meeting.